En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Jordi versus ik ben een gast. Ja, Jordi natuurlijk met de enige echte Jordi en natuurlijk met de enige echte... Jordi. Dank u. Dank en u. Deze episode doen wij een speciale Creative Challenge, want deze episode maken wij namelijk... Rick, zeg een, eens. Een huis van dirt. Alleen maar van dirt. Niks anders, alleen dirt. En wie het mooiste dirt huisje maakt, die wint. Nou ja, ben je klaar dan? Ja, oké. Okay. 3, 2, 1, go! Ik kan ook gewoon mijn huis ondergronds bouwen. Gewoon gangen. Ja, nu je dat hebt gezegd, zeg maar, vind ik het eigenlijk wel een goed idee, want het past wel bij de regels. Past wel bij de regels, precies. Dat maar idee dan, moet je dus wel, ook. Dan moet je wel een dak hebben van wat niet gras is, zeg maar. Want oh man, ik wou zijn mijn piramide bouwen. Ja. Alleen, ik heb hem zeg maar één te laag gebouwd, dus nu kan je er niet mooi in. Oh man. Nu zou ik het liefst willen spieken, maar dat doe ik niet. Nee, niet spieken doen, Jori. Jori. Nee, Jori. Jori? Hé, Jori, niet spieken, man. Ja. Niet cool. Je moet straks wel even een tour geven door je huis, zeg maar. Dat is wel belangrijk. Want... Ja, dat kan ik wel. Ja, oké. Okay. Je moet wel echt duidelijk zeggen, uitleggen wil je nou proberen dat ik dit niet is. Kan? Het wordt al wat, hoor, Jordi. Jori. Ja. Henk. Karel. Pater. Pavel. Ik vind Pavel best wel een mooie mannelijke naam, moet ik zeggen. Pavel? Nee. Pavel. Geen Nederlandse naam. Dat is een Mexicaanse naam, toch? Pavel. Ik weet niet, in Nederlandse romans eten best wel veel mensen Pavel. Dat zou je verbazen. Pavel? Wie heet hier Pavel? Laat het achter in de comments. Laat het achter in de comments als jij ook Pavel heet. Of iemand kent die Pavel heet. Hoe komen we hierbij? We zijn Minecraft aan het spelen. Ja, Pavel. Ja, Pavel. Pavel, eet een Pavel. Ja, dat vind ik het ding dat ik aan het bouwen ben is nog best wel interessant, hoor. Ja, ik ook. We hebben trouwens nog 3,5 minuut. Oh joh. Ik ben verder van klaar, zeg maar. Laat ik het daarvan behouden. Oké, okay, ja. Dit is wel echt kunst. Kunst om in te wonen, zeg maar. Kunst met Jordi. Kunst met Jordi om in te wonen. Oh, dit is mooi hoor. Jammer dat er geen water toegevoegd mag worden, anders nee, ja, dan wist ik het niet. Wel. Ja, verdorie Jordi. Ja, sorry hoor. Ja, yeah, sorry. Ik begin het nu een beetje af te werken, zodat ik het in kan richten. Wat inrichten? Je hebt alleen maar dirt. Ik ga het serieus inrichten, flikker op. Oh, je moet eerst even te kijken of ik er nog een deur erin wil. Oh, er is een dubbele deur, komt hier. Zo. Oh, je maakt een dubbele deur. Ja, hier is mijn mijn. Ik heb ook een mijn, Jordi. Ik ga even naar Diamond toe. Oké dan. Ja, hier is mijn mijn. Zo. Ik maak ook wel even, dit is een crafting table, dit is een furnace. Van dirt, van dirt. Van dirt, ja. Oh man, eigenlijk moet er een mod komen waarin je alles met dirt kan maken, weet je. Dan gewoon alles met dirt kan, ijzer met dirt. Ik heb mijn hele bovenkant, alleen de vraag is hoe kom je er? Ja, waarom maak je dan geen stairs van dirt? Ja, goed idee. Goed dirt idee. Ja. I give you my dirty little secret. We hebben nog 2 minuten, Rick. Oh, dit gaat goed. Dit wordt wat. Dit moet een beetje denken aan Bardo's eerste survival huisje. Dat is de allereerste Minecraft aflevering op Biotown. Oh ja. Nou, mijn is af. Mag ik nog toortjes neerzetten tegen nee, de creepers? Nee, mag niet. Nee. Nee. Nou oké, okay, dan niet. Dan ga ik wel gewoon dood als je het niet erg vindt. Als je echt helemaal klaar bent en je wil niks meer doen, kan je naar mij gaan kijken. Dit is kunstzinnig. Nee hoor, dit is kunst. Dat moet je even weten. Oké, okay, ik heb nog... Ik doe nog even wat extra's hoor. Anderhalve minuut. Ik laat me niet afschrikken door tuigen zoals Jordi. Oh, doe dat vooral niet aan. Nou, was ik ook niet mee bezig, dus waarom zou ik? Ik heb wel een hele mooie grasvloer hier zo. Oh, je hebt al grasvloer helemaal. Ja, daar is over nagedacht, hè? Ja. Dat mis ik een beetje in mijn huis, dat er over is nagedacht. Zeg maar. Dat mis je ook in je YouTube kanaal, hè, boy. Je hebt gelijk. Ik ben eventjes heel diep aan het nadenken over het leven. Wow, ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi. Ik kan voor mij, van mij ook. Ja, hier kan je ook nog een puntje aan zuigen, Rick. Oh ja, echt, graag. Geen probleem. Ja, ik zuig graag. Kom op, Rick. Je kan dit. Nog eentje. Pennen neer. Of toch niet? Hoe maak ik een dirt ladder? Was het crafting recipe voor een dirt ladder? Dirt ladder. Waarom zijn er zo weinig crafting recipes met dirt? Waarom? Ja. Fucking Mojang. Je hebt trouwens nog... 1 minuut. 30 nee, seconden. Joh. 30 seconden bijna. Heel kort. Ik ben klaar. Denk ik. Zithoek. Painting.
Tja. Wat ben je nou? Een bed. Jordi, er zijn geen fucking meubels, Kreng. Jawel, I beg. Doe niet zo gek. I beg, praat niet tegen me. Doe niet zo gek. Niet meer, doe het niet. Mama, de grond praat weer tegen me. Mam, de grond. Oké, en dan heb ik hier mijn... Oh, ik heb nog 5 seconden. Snel, maak een auto. Ja, maar doe het toch maar eventjes. Hoppatee. Vertrouwen, kinderen. Mijn huis is af. Oké, welke moeten we als eerste laten zien? Die van jou of die van ja, mij? Ja, ik wil nog even door, hoor. Nee. Valsspeler. Valsspeler. IJsspel, valsspeler. Af. Nee, valsspeler. Wat vind je ervan? Leid me een beetje rond. Wat is het? Ik wou eerst beginnen met een zandloper. Ja. Dat is maar dus toen kwam je erachter, ik kan geen zand gebruiken. Nee, ik vond het wel gewoon het idee van het zandloperfiguur. Toen dacht ik een beetje aan de octopusattractie, dus ik heb me mijn octopusarmen gegeven aan de zijkant voor de art. Hij is inclusief mijn, zoals je hier kan zien. Nu heeft hij ogen. Ja, dat is toch best cool. En je kan ook nog in het bovenste bakje zitten via de fantastische trap die de achterkant heeft. Oh, je hebt trap? Oh nee, echt waar. Oh, hoe heb je die gemaakt? Ja, met hoe dirt heb je of die zo. Gemaakt? Wauw. Dat is wel mooi dit. Wat doet hij nou? Hey, wat doet hij nou? Blijf eens af. Hey. Oké, wil je mijn huisje zien? Nee. Wat vind je ervan, Jordi? Hoeveel dirt van de dirt zou je hem geven? Ik zou dit huisje, echt omdat er redelijk veel creativiteit in zit, een 8 dirts uit 10 dirt. 8 dirt, oké. Okay, wat een kuthuis heb jij? Nee, kom. Allereerst hebben we hier de garage deur. Gaat automatisch open, kijk. Wow! Dat is best cool. Waarom zit... Oh, dat is jouw... dit is mijn auto. Dit is mijn auto. Dus op het moment dat ik zeg maar weg wil rijden, dan stap ik in hier zo. Ja. Ja. Dan rijd ik zo weg. Vroom, vroom. Nou, oké. Dan kunnen we hier naar binnen toe. Ja. Hebben we hier de trap. Die gaat hier naar binnen. Oh, je bent via de andere... Oh, oké. Kijk. Je gaat hier de garage terug. Ja, dit is mijn zithoek. Hier zit ik graag. Hier zit hier ik graag. Hier denk ik graag na over gewoon over het leven. Hier hebben we dan mijn crafting table. Hier maak ik van alles. Kijk. Ik kan dit maken. Let op. Ik kan dit maken. Oh, dirt! Nice, twee hoor. Nou heb ik er twee. Hop. Waarom kan je niet oppakken? Oké, nou ja, boeien. Jij loopt naar boven toe. Heb je zelf wel even rond. Oké, allemaal mooie dirtramen. Dit is mijn bed. En hier staat mijn nachtlampje. Zoals je kunt zien, die gaat af en toe aan. Wacht even hoor. Even checken. Doe zet hem eens aan dan. Klik. Hey! Wow! Wat een gekte. En hier zijn mijn ramen. En dan als je geen zin meer hebt in het leven, kan je eruit springen hier zo. En dan kan je vanaf hier zo, bam. Oh, dat vind ik echt super handig. Dat is wel echt een groot voordeel. En ik heb ook een dak, zeg maar. Kom eens even hier. Zonnepanelen van dirt. Hoe kom je op het dak? Nou, dat hoeft dus niet, want er liggen de zonnepanelen. Waarom zou je op het dak niet eens op, die zonnepanelen zijn ook maar gewoon door aliens neergelegd. Ja, precies. En dan, kijk, dan anders gaat me... Ja, mijn garagedeur dus niet open, dus ja, dat is wel een beetje het idee. Daarom duurde dit zo lang, je moest even wachten op het extra zonne-energie. Ja, alhoewel, er staat nu geen zon, maar oké. Okay. Ja, dat gaat niet om, het is een beetje fantasie, hè. Nou, oké. Dat is gewoon fantasie. Dus laten we de kijkers maar beslissen in de comments. Hashtag Team Rick of hashtag Team Jordi. En dan gaan we het je belaten voor deze episode, Rick. Yo! Dus, voor deze leuk, dan een groen duimpje. Willen jullie meer abonnees de volgende keer? En de volgende keer zijn we er terug met een nieuwe Creative Challenge. In ieder geval, tot dan en houdoe, bitches. Bye! Bye!